sowieso dat ik niet de enige ben die dit dagelijks doet. Ja, ik ben heel door. Hi, tof dat je weer kijkt. Vandaag weer een challenge die is aangevraagd, maar die ik stiekem een beetje voor me heb uitgeschoven. Maar nu ga ik er toch echt mee aan de slag, namelijk een week geen plastic afval produceren. Ik denk dat iedereen in zijn achterhoofd wel weet dat plastic afval best wel een groot probleem is. De oceanen en stranden liggen er vol mee en toch doen we er misschien niet zo heel erg veel aan. De grootste en belangrijkste uitdaging is om die plastic kraan uit te zetten. We moeten dus de oorzaak aanpakken. Daar ga ik me dus deze week mee bezighouden. Hoe zorg ik ervoor dat ik geen plastic afval produceer? Ik ben heel benieuwd wat ik tegengekomen allemaal. Het is maandagochtend en ik heb eigenlijk een beetje slechte voorbereidingen getroffen. En met slechte bedoel ik geen. Gelukkig had ik nog een banaan in huis, dus dat is ontbijt. Goed begin van de dag, Marije. Goed begin. Ik ben even kantoorlunch aan het halen in de supermarkt. De eerste uitdaging doet zich al voor. Nee, 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 nee. Yoghurt mee voor dan mijn banaan, maar deze heeft dus alweer een plastic dop, dus die is afgekeurd. Dus het wordt iets van dit. Karton. De eerste supermarktles is dus in ieder geval dat ik mijn eigen broodzakken mee moet nemen. En dat je eigenlijk maar heel weinig kan kopen in de supermarkt. Echt alles zit in plastic. Als lunch heb ik uiteindelijk 2 broodjes met amandelboter en avocado gegeten. Prima. Maar dat betekent wel dat ik nu echt sterf van de honger. Sterf. Echt waar, sterf. En ik heb inmiddels boodschappen gedaan en dat was nog best wel lastig, moet ik zeggen. Maar het is geworden. Zoete aardappelfriet met een salade, met komkommer, paprika, tomaat. En als eiwitbron ei en kikkererwten. Ja, 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 ja. Ik heb mijn eigen hummus gemaakt. Oké, eerste reactie op zoete aardappelfriet met eitjes en salade. Oh, nog mooi, hè? Is dit niet plastic friet? Ja. Oh, wil je zeker dat het goed is? Is het niet plastic? Het zit er precies in die hummus. Zongedroogde tomaat en kikkererwten. Zongedroogde tomaat, net als in tapenade. Ja. Het vindt zich ergens op het snijvlak tussen tapenade en hummus. Ergens op het snijvlak tussen tapenade en hummus. Dit plekje. Oké, nieuwe dag, nieuwe kansen jongens. Ik ben al vet goed bezig geweest met het eten vandaag. Yoghurt, fruit, zelfgemaakte hummus met brood, avocado. Top! Nu is het avondetentijd en Max verwacht er wel iets van. Dus ik moet mijn game upsteppen, denk ik. Ja. Kijk wat goed, bij Lidl hebben ze gewoon van die dispensers. Zo kan je precies nemen hoeveel je nodig hebt. Oké, probleem, want dit, is het plastic of papier? I don't know, ben ik nu heel dom? Ik moet natuurlijk wel chocola kunnen chappen deze week. Dit had ik nog niet bedacht, maar dit is vet slim. Yes, ik kan gewoon hagelslag eten. Ik heb weer netjes een tasje meegenomen in plaats van een plastic tas gekocht. En die zit helemaal vol met dingen die geen plastic bevatten. Het is vandaag plastic free day. De Plastic Free Bag Day. Helemaal in het thema zit ik. Dag 2 van koken zonder plastic. Het is een groentecurry geworden. Wat denk je ervan, Max? Dat weet ik niet, want dat mag ik niet eten van jou. Hoezo? Ik heb van de honger, ik moet wachten omdat er weer gefilmd moet worden. Ik heb honger. Als je nou je eigen kamer mee hebt, heb ik 30 cent korting. Oh, echt? Dus ja. Oké. En dan kan je de cappuccino. Heb ik misschien nog niet verteld, maar ik huur vanaf eventjes terug een kantoortje samen met nog wat andere leuke meiden in dezelfde business. Allemaal freelancers. En vandaag hebben we de office warming en iedereen is heel erg lief aan het meedenken. Zo hebben we bijvoorbeeld kartonnen bakjes voor de chips en ecologisch bestek. En het is grappig om te zien hoe iedereen zo nu toch wel met een andere bril of zo naar alles kijkt. Doordat ik dus dit experiment doe. Dus het heeft nu al gewoon positieve effecten. We dansen! Dansen!
Even een random thought. Volgens mij zorgt dit experiment ervoor dat ik ook meteen veel gezonder ga eten. Dat je natuurlijk veel meer verse producten gebruikt. Geen voorverpakte troep en chemische meuk en zo. Interesting. Is dat zo, Marije? Is dat zo? Vandaag vind ik het de hoogste tijd om even in te gaan op persoonlijke verzorging. En na wat rondgebladerd te hebben op internet, kwam ik erachter dat je zelf deodorant kunt maken door middel van baking soda en olie. Dus ik heb avocadoolie en dat ga ik hiermee mengen tot een pakje en dat maar op mijn oksel smeren ofzo. En dan kijken of ik de dag doorkom zonder kloksende oksels. Oké, ik ben dus net bij Lush geweest, waar ik dacht dat ik wel kon scoren voor shampoo en conditioner. Dat is me ook gelukt. Maar ze hebben dus daarnaast echt alles. Massageolie, huidolie, body scrub, gezichtsmaskers, deodorant. Echt alles wat je wil zonder verpakkingen. En de verpakkingen die ze hebben, die zijn allemaal van gerecycled plastic. En die kun je gewoon weer inleveren. En dan maken ze gewoon daar weer nieuwe potjes van. Nou, echt zo'n goed energietief. Toen zat ik natuurlijk nog met make-up. Maar ook daar hebben ze zelfs een oplossing op. Want ze hebben allemaal van die tinten om foundation en concealer mee te maken. Maar ze hebben ook mascara en eyeliner. En nou, het is gewoon helemaal fantastisch. Ik heb nu het geld niet om dat allemaal te kopen. Maar ik ga het absoluut doen in stap. Het is wel even een uitgave, maar weet je, je doet het wel voor het goede doel. Nog een probleem waar ik tegenaan liep. Een tandenborstel. Maar ik heb een oplossing, namelijk deze Humble Brush. En die is van hout gemaakt. Nieuwe dag, nieuw thema. En vandaag ga ik extreme home makeover doen. Maar dan niet echt, want ik ga gewoon schoonmaken. Maar daar heb ik natuurlijk ook producten voor nodig. En normaal gesproken zitten die ook allemaal in plastic. Had ik me nog niet echt beseft tot nu toe. Ik heb weinig vertrouwen dat dit gaat lukken. Ik ben terug van de markt en het is me eigenlijk nog best wel meegevallen. Zo heb ik bijvoorbeeld vuilniszakken gevonden die van gerecycled plastic zijn. Ik heb daarnaast deze azijn in een gouden fles. En daarmee kun je dus zelf schoonmaakmiddel maken, begreep ik. En wat ik dus heb, is deze. Dit is een zak met dit. Ik kan het niet uitspreken. En daarmee kun je dus je eigen huishoudelijke artikelen maken. Producten. Schuurmiddel, ontkalkingsmiddel, hulpmiddel bij de was, bij de afwas, reinigen van je oven, als geurverwijderaar, wasverzachter. Super handig! Deze zak van een kilo was volgens mij 3 of 4 euro of zo. Nu nog even testen of het werkt. Dit is echt helemaal misgegaan, dus dat moet echt nodig schoon. It works! Oké. Wij gaan onszelf trakteren op een take-out maaltijd. Maar dat komt natuurlijk ook altijd in plastic. Plastic bakjes en plastic zakjes. Dan word je take-out. Plastic bakjes en plastic zakjes dus. Dus ik heb mijn eigen bakjes die ik nog thuis had liggen mee. En we gaan nu even heel awkward vragen of mensen daaraan mee willen werken. Ja, mag ik de curry en de thai en dan moet ik het eigen plastic bakjes. Ja, dat mag zeker. Zo, je hebt verwachtingen van die bestelling. Ja, dat ging makkelijker dan ik dacht. Terwijl we op het eten wachten, Max, wat vind je van mijn natuurlijke deo? Ruik je iets? Zo, ik heb natuurlijk ook deo. Bam, bam, bam. Jaws. Kijk, dat wasmiddel. Oh, prima. Dat ziet er goed uit. Groene curry. Thaise beef. Yum. Ja, ik vond het lastig. Althans, sommige dingen wel, sommige dingen niet. Zo heb ik bijvoorbeeld nog steeds geen oplossing voor toiletpapier en tandpasta en nog wel een paar dingen. En andere dingen vielen me juist weer mee. Zo zijn er bijvoorbeeld best wel veel initiatieven van producten die wel in plastic zitten, maar dat is in ieder geval dan gerecycled plastic. Dat is toch eigenlijk wel de minste moeite die je kunt doen om toch even een iets betere keuze te maken.
qua eten, ga vaker naar de groenteboer. Neem je eigen bestek en bakjes mee. Koop een stuk kaas in plaats van weer losse plakjes in plastic. Maak je eigen broodsmeersels, et cetera, et cetera. En nogmaals, als je dus deze keuzes maakt voor moeder natuur, lijkt het wel alsof je er ook beter en puurder door gaat eten. Win-win. Hieronder in de beschrijving heb ik in ieder geval een link toegevoegd met echt super veel handige tips. Het heeft in ieder geval mijn ogen echt wel geopend. Ik zal eerlijk zijn en zeggen dat ik heus niet vanaf nu helemaal plastic free ga leven. Maar gaandeweg ga ik het proberen en ermee te minderen. En ik hoop dat jij door deze video ook misschien een beetje geïnspireerd bent om dat ook te doen. Hopelijk vond je dit een leuke video. Suggesties zijn altijd welkom en ik zie je volgende week weer. Bye bye!